Hallo, madame Eeuwen had dat te zeggen. Of nee, prinses Eeuwen moet ik zeggen, hè? Ja. Vertel eens. Lekker. Hier. Nee? Ja, nou. Laat jij Bibi maar uit. Goed zo, laat maar uit. Goedemiddag, het is reeds 12 uur en zometeen komt mijn huishoudelijke zorg, dat is Astrid Pijnakker weer. Gisteren kreeg ik telefoon dat het, nee van de week al, zou het Julia worden. En dan kreeg ik van een telefoon, vindt u het ook erg dat Astrid Pijnakker komt? Nou ja, als er maar iemand komt, weet je. Maar nou, we lopen lekker langs elkaar heen, want ik kreeg ook al een berichtje van Rebecca. En die zegt, goedemorgen lieve, ben je vandaag ook thuis? Ja, ik ben thuis, want ik krijg huishoudelijk hulp. Moet ik met Rijka eruit. Nee, die is nou in de tuin, dus dat kan ik dan allemaal weer even wachten. Dat kan ik later op de middag ook nog wel even doen, want ze doet in de tuin ook het een en het ander, weet je. Maar ja, vreemd hè? Heel vreemd. Dus ik snap er even niks meer van. Maar het zal. Ik zou zeggen, in eerste instantie natuurlijk weer welkom bij een nieuwe vlog. Van Corine en de Beestenboel, die is ook gek. Dat doet hij ook voor het eerst. Daar te liggen. Lang uit. Nou ja, wat ik zei, Rijka die is in de tuin. Eeuwen die zit alles gewoonlijk achter de bank. Komt net met een kopje erbovenuit. En Rijka maakt er weer een puinhoop van. Meestal komt hij uit die tuin, dan dus het zal al wel wat gedaan hebben. Hé, ja nou. Jo. Zit je met de bijt op iets? Laat dat. Rijka, laat dat. Rijka, los. Viespuik. Maar oké, hallo. Madame Eeuwen had dat te zeggen. Of nee, prinses Eeuwen moet ik zeggen, hè? Ja. Vertel eens. Hé, vertel eens. Lieve schat. Hé? Moet mijn handen zo meteen weer wassen? Ja. Moet van de overheid momenteel, hè? Nee, maar ja, dan kan ik ze wel blijven worden, want ik aai om de havenklap met diertjes, ja. Ze komen bij je, ze willen aangehaald worden, of jij gaat naar ze toe, en daarna doe je weer even een aai op het bolletje of wat dan ook. Oké, weer je handen wassen, je blijft echt aan de gang. Nou ja, het komt allemaal wel weer goed, ja hoor. Ik zal zo meteen mijn neusspray weer gebruiken, want dat zit aan deze kant, die oog en die neus gaat, ja. Oh ja, mag je niet aan je gezicht komen. Ook als je je dieren geaaid hebt. Oh, het is wat. Maar oké, maakt niet uit. We komen er wel doorheen. Hé, Gandalf. Wat jou en man. Jij. We vechten ons met ons allen er doorheen. Ja. Ik heb ook vanochtend vroeg al uit mijn bed vandaan nieuws naar YouTube gebracht. En momenteel zie ik niets qua nieuws. Nee. Dus ja, nopeniendo. Nee, niks qua nieuws. Dus zolang het rustig is, is het goed nieuws. Toch? Normaal. Om mezelf van bovenin vol met nieuws. Zodra ik mijn ogen open deed. En een uur later weer. En anderhalf uur later weer. Nou niet. Nou, vind ik netjes. Dat wil toch ook heel wat zeggen, vind ik. Maar oké, ik zou zeggen, geniet verder weer van jullie dag, want het is weer een prachtig mooi weer. Het zonnetje schijnt, de lucht is blauw. Hou afstand, anderhalve meter.
Als je met je kleinkinderen of met je kindertjes naar buiten gaat, want die mogen wel bij elkaar, maar jullie niet. Doe het goede voorbeeld, dan gaan die kindertjes ook uit elkaar. Want kinderen die begrijpen meer dan men denkt. Ga uit elkaar, hou die anderhalve meter. Die anderhalve meter kun je elkaar ook verstaan. Dus doe dat, lieve vrienden. Met jullie kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, weet ik veel wat je hebt. Doe het, of je buurkinderen. Maakt er allemaal niet uit. Hou die anderhalve meter afstand. Weg. Anderhalve meter. Zo was het van de week met het nieuws. In welk land het was, weet ik niet. Maar er liep er eentje met karton. En die had ook dan in schijntaal anderhalve meter afstand houden. Had hij op het karton gedaan. En daar gaatjes in, op zijn rug. En dan had hij er eentje voor en eentje erachter met touw vastgebonden. En hij liep gewoon te chillen met zijn telefoon. Oké. Kan je ook doen. Ja! Maar oké, ik ga hier aan deze kant verder. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles. En tot straks maar weer. Ja, lieve vrienden, daar ben ik weer eventjes. Het is vandaag maar een hele rare, vreemde dag voor mij, ja. Eerst had ik Astrid Pijnakker, invoster voor huishoudelijke zorg. En die is net een kwartier, 20 minuten weg, want ik ben gelijk met haar ook de deur uitgegaan om die dame daaruit te laten, Reka. Ja, die staat daar weer. Ik had het raam heb ik schoongemaakt. Dat valt wel op, denk ik. Dat is te zien. Maar, wie komt er straks nou weer? Astrid. Nee, Rebecca. Die komt. Ja. Ook weer aan het werk. Weet ik nog niet wat, maar oké. Ja, oké, er zijn andere klusjes wat ook gedaan moet worden. Wat anders meestal in een vergeethoekje komt of tussendoortjes. Nou, dat zijn de lampenkappen. Dat is de kapstok enzovoort. Alles wat omhoog is, dat moet dus weer schoongemaakt worden. Dus dat laat ik haar even doen. En dan vergeet de klusjes die Astrid Pijnakker niet heeft gedaan. Ja, toch? Dus, maar dat komt dan af. Ja, ik ben met de namen een beetje ga ik door de war raken, want dan komt die. Niet iedereen wil meer werken, dus ja, het is schipperen met de een en degene, wil ze wel, wil ze niet. Want Julia die zou eerst komen, maar ja, aangezien dat ik een klein beetje verkouden ben, dat komt door de hooikoorts, ik ben verder niet ziek, niks. En nou, ik heb met Rijker gelopen, dan kan ik het wel even zien, niet liegen. Twee personen gezien, maar die zaten zo ver op afstand. Eentje zat lekker in het zonnetje te genieten op de bankje. Nou, en ik liep helemaal aan de andere kant, dus moet kunnen toch? Ja, verder heb ik niemand gezien. Ja, aan de overkant van de gracht liep er ook eentje met een hondje. Nou, dat moet ook kunnen, daar zit een gracht tussen, dus hoeveel meter is dat wel niet? En weer verder lekker thuis gekomen. Nou ja, en ik zou al aan het werk, maar ja, om een vlog weer in elkaar te zetten. Dat moet ik ook dus nog doen. Maar ja, je komt niet verder dan ver als Trentje staat te zuigen. Dan kun je niks horen van, waar gaat het over? Maar dat komt allemaal goed. Stofzuigen hoeven Rebecca ook 1, 2, 3 niet te doen. Nou ja. Ze heeft gezogen, ze heeft gedwijld, maar als je kijkt, zie je toch nog een beetje dingetjes leggen. Dus het is met een Franse slag gebeurd. Dan krijg ik een appje van Karin binnen en die is ook gewoon aan het werk. Ja. Dus het komt allemaal goed. Dat ik zeg, lieve vrienden, geniet nog verder van jullie dag. Het is prachtig mooi weer en we leven om 14:31, het is net 2:30 geweest. Was je handen regelmatig. Kom niet met vuile handen aan je gezicht als je je hond of je kat geaaid hebt. Dan niet weer aan jezelf. Eerst je handen wassen en zet een tube dagcreme klaar of een pot de crème voor je handen, Nivea of wat dan ook. Smeer het in
En dan hou je je handen wat soepel en zacht en dan zijn ze ook niet zo ruw. Doe ik ook steeds, ja. Maar oké, lieve vrienden, geniet verder en blijf lachen, wat er ook gebeurt. Het zonnetje schijnt, dus wat willen we nou nog meer? Geniet ervan. Doei! Nou, lieve vrienden, zoals jullie zien, een bekende kop, onze Ruud. Met Bibi, ja ja. Maar kijk eens, weer wat aandoenlijk is. Hoe lief, nou samen met Ewin. Nou samen met Ewin lekker aan het liggen. He? En niet met Gandalf, nee, die is buiten. Ja. He, dan kunnen we hier ook weer een foto van maken. He? En eventjes opsturen naar iemand die dat graag wilt hebben. Nee, iemand heel anders. He? Die ervoor heeft gezorgd dat Rijka bij mij kwam. He? Met een hele lange reis over de weg weg. Ja. Ze is moe. En Ewin ook moe. Hé? Ja, lievertjes. Dus ja, lieve vrienden. Dan weten jullie... Eet jij ook? Nee hoor, ze kan niks eten, want er ligt niks. Want er is gezogen en gedwijld. Je gaat niet gaan plassen, maar je voelt boos. Dus, oh. Nou, meneer Ruud wordt boos op zijn hondje. Nou, het hondje heeft auwie. Ja, Bibi heeft au, hè? Bibi heeft een tumor in het buikje. Ja, ze moet geopereerd worden. Ja. Heel erg zielig. Ja. Heel erg zielig. Maar dat wordt opgelost door ome dierenarts. Ja, kan niet anders, hè? Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet verder van jullie dag. Ik ga aan de koffie, want mijn koffie is te koud geworden. Doei! Kijk maar. Nou, even kijken wat Rijka doet. Normaal laat Rijka Bibi uit. Maar nu heeft ze eventjes behoefte aan andere dingen. Dus dan helpt Ruud maar even. Rijka. Rijka. Hier. Oh, nee? Oh. Ja, nou. Laat jij Bibi maar uit. Goed zo. Laat maar uit. Laat maar uit. Nee, ja, goed zo. Neem hem mee. Neem hem maar mee. Neem Bibi maar mee. Goed zo. Goed zo. Trek hem maar. Zo. Goed zo. Goed zo. Goed zo. Je zit daar met nagels. Ja, ze heeft kracht in de billen. Ja. Zo. Mag ik gaan? Mag ik gaan? Nee, oh, ik mag niet gaan. Zo. Nou, Rudy gaat weer naar huis. Dan zie je me wel. Ja, hij is zo lief geweest om mij te helpen, wat... Meneer van Zerelo altijd zou doen, maar die laat zijn stek gaan. Dus nou heeft Ruud geholpen om mijn kerstspullen eindelijk eens een keer op zolder te zetten. Dus dankjewel, Ruud. Ja. Oh. Geweldig. Ja, ze wil wandelen. Ja, toch. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen geniet verder. Tot strakjes maar weer. Ja, lieve vrienden, ik ben net weer binnen. Ik heb met Rijka naar buiten geweest. En het was dan weer aardig kouder dan dat het vanmiddag was. Ik moest nou toch echt mijn handschoenen weer aan. Ja, en nog koude handen, hè. Hoe bestaat het? Ja, het is inmiddels al weer 6:10. Rebecca, die is dus geweest, maar... ze had handschoenen aan. Want ze had ook eczeem op de handen. Ja. Dat is niet lekker, niet prettig. Waar het door komt, weet ze ook niet. En, maar ze heeft ook nog niks gedaan. We hebben wel even overleg gehad, hoe en wat.
Maar ja, omdat Astrid Pijnakker net was geweest. Ja, wat moet ze doen? Ja, oké, die lampen, maar zij werkt vele malen sneller dan gemiddeld iemand werkt. Dus Rebecca die zegt, nou, dat doe ik maandagmiddag wel, want dan komt ze weer rond een uur of half drie. Nou, prima toch? Ja hoor. Oh, echt koud. Ja, niks aan. Nou, ik heb videopad laten werken terwijl ik weg was. Die is nog klaar. Dan moet ik even nog een foto bewerken. En dan kan het naar YouTube toe. Ja, ik ga eerst even een bakje koffie maken. En dan de diertjes doen. En daarna zelf ook eten. En in die tussentijd doe ik dat. Ja toch? Ja. Nou, voor de rest, goed met mijn surrogaat, zusje Astrid van der Wal, het allemaal moet, ik weet het niet. Want ik ben eigenlijk een beetje teleurgesteld in haar. Nou, een beetje erg veel teleurgesteld. Ja, dat ik vind het niet leuk met hetgeen waar ze nou mee bezig is. En ik voel eigenlijk een klein beetje een trap in mijn rug komen door haar. Ja. Omdat ik hoor veel en ik zie weinig. Maar ja, oké, het is haar keuze hoe ze met een ander omgaat. Maar ze moet leren de mond dicht te houden tegenover anderen. Ja, en dat doet ze niet. Dus, maar oké, lieve vrienden, geniet verder met jullie dingen die jullie doen. Ik had ook al gehoord op Facebook, gisteravond las ik dat. Hier in Den Helder zijn ze met berenjacht bezig. Dus als je een beer hebt, hang je die voor het raam. Of zet je voor het raam. Nou, dan heb je een beer voor het raam. Maar doe je dat met z'n allen. En dan gaat het jonge gezin met de kinderen gaan dan op pad om beren te zoeken. En dat noteer je natuurlijk. En dan na afloop, dan geef je ze een ijsje of wat dan ook. Ja, wat je ook in huis mag hebben. Snoepje of wat dan ook als beloning. Maar hou afstand. Maar je houdt die kinderen bezig en je houdt die afstand. Ja, en jij als ouders moet dan die beren noteren. Hoeveel beren te vinden. Dus ja, leuk idee voor wanneer het prachtig mooi weer is. Je mag niet, hoe noemen ze dat ook alweer, scholen, hoe noemen ze schoolgangen? Of weet ik van hoe ze dat bijscholen, weet ik van hoe ze dat noemen van de Den Haag. Maar in ieder geval niet bij elkaar gaan hangen op een bankje en tegen elkaar aan zitten. Nee, dat moet je niet doen. Moet je niet eens niet willen nu, met die virus. Dus ja, dat... is wel leuk, zo'n spel met de kids. Ja, toch? Dus misschien wat voor jullie een idee. Ja. Hou je kinderen zoet? Ja, je bent eruit, je hebt een frisse neus. Je hondje kan zelfs mee. En de kinderen bezighouden. Maar hou die afstand van 1,5 meter. Ja, toch? Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen smakelijk eten, bon appetit en een hele, hele fijne, liefdevolle avond gewenst. En voor later op die avond, welterusten, slaap lekker met mooie dromen. En uiteraard morgen weer gezond uit je bed zien te komen. En graag tot aan de andere kant van de nacht. Ik zou zeggen doei doei!